komt van de heer Segers. Ja. Leuk om kennis te maken. Leuk om elkaar voor het eerst live te zien. En knap dat jullie op 4 zetels in de peilingen staan. Europa is cruciaal. Cruciaal als het gaat om bijvoorbeeld migratiebeleid, klimaatbeleid. En ik ben daarvoor dat dat Europees wordt aangepakt. Maar jullie zijn eigenlijk voor een Verenigde Staten van Europa. En daarmee plaats je het bestuur en besluitvorming heel ver bij burgers vandaan. En we hebben in deze periode gezien hoe belangrijk het is dat de overheid nabij is. Dat die een gezicht heeft, goed luistert. En dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij mensen plaatsvindt. En jullie willen eigenlijk die besluitvorming op alle terreinen. Dus niet alleen als het gaat om migratie en klimaat. Maar op alle terreinen eigenlijk heel ver bij burgers vandaan plaatsen. En is dat niet een enorm risico dat je in democratisch opzicht neemt? Nou, precies om dit risico juist te veranderen werken wij toe naar een Europese parlementaire democratie. Waarin Europa een echt volwaardig parlement krijgt. Een parlement waar wij met elkaar allemaal op kunnen stemmen. En een parlement wat ons dus ook goed kan vertegenwoordigen. En tegelijkertijd zeggen we met Volt, juist ook om te zorgen dat mensen meer inspraak hebben en meer betrokken zijn, moeten ze ook veel meer toegang krijgen tot burgerfora. Moeten ze goed spreken, meedenken over de toekomst van Europa. Hè, de Europese Unie wil een conferentie over de toekomst van Europa organiseren. Daar willen wij met Volt in heel Europa heel veel aandacht aan besteden. Juist om mensen mee te nemen in dat verhaal van Europese samenwerking. En iedereen weet, heel veel mensen ook binnen Nederland, binnen Europa, dat die grote uitdagingen van vandaag, dat we die alleen maar Europees kunnen aanpakken. Effectief en daadkrachtig als de Europese Unie voor iedereen gaat werken. En dat is niet ver van de bedshow, wat wel graag door politici zo wordt geportretteerd. Van hè, de Europese Unie ver weg. Maar voor heel veel mensen, en zeker in de grensregio's, is de Europese Unie dagelijkse werkelijkheid. Die werken en wonen over de grens. Die hebben een onderneming waarmee ze ondernemen over de grens. Dus heel veel zaken zijn veel dichter bij mensen dan dat veel politici volgens mij denken. Neem je niet enorm het risico dat mensen die inderdaad over de grens werken, denken, cosmopolitisch zijn, die zullen dat allemaal prima kunnen meemaken. Er zijn ook veel mensen die zich hechten aan hun eigen regio, hun eigen buurt. Dus moet je niet met veel meer onderscheidingsvermogen eigenlijk spreken over wat je dan aan Europa overlaat en niet. Dus nog een keer, klimaat, migratie, daar moeten we echt een stap zetten. En dat moet Europees worden aangepakt, ben ik helemaal met je eens. Maar juist nu denken wij, hoe kun je nou coöperaties vormen? Hoe kun je ervoor zorgen dat besluitvorming veel meer lokaal plaatsvindt? Dus nu zijn wij eigenlijk in Den Haag, maken wij een omgekeerde beweging. Nou, wij zeggen dus meer ook, macht naar de basis in plaats van meer naar Brussel. Wij zeggen dus ook Europees denken, lokaal handelen. Want u zegt het helemaal goed. De mensen in de grensregio's, de mensen in de regio's, de boeren die daar te maken hebben met aan de ene kant Europese subsidies, maar ook heel erg grondgebonden zijn. Hè, die hebben continu met deze wet en regelgeving te maken. Maar ook heel veel andere mensen die dus over die grenzen heen werken, die te maken hebben met infrastructuur, met mobiliteit. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat we juist moeten zorgen dat we lokaal, nationaal en Europees met elkaar verbinden, om die mensen ook inzicht te geven in wat Europa doet, wat Nederland doet en wat we lokaal kunnen doen. Dankjewel, en dan zorg je dat mensen echt zeggenschap krijgen. Dankjewel.